Hi, leuk dat jullie kijken. Deze keer willen wij de nummer 1 vraag die ons gesteld wordt behandelen met jullie. We gaan het vandaag hebben over homoseksualiteit. Homoseksualiteit, wat is het eigenlijk? Homoseksualiteit is een moeilijk woord. Ja, het heeft ermee te maken dat je homo bent. Ja, en het heeft altijd al bestaan, reeds in de prehistorie. Want toen leefden al de homo sapiens. Ja, het waren immers holbewoners. Ze woonden in holletjes. En ze deden het met kneppeltjes. Ja. In hun grotjes. Ja. Want huizen had je toen nog niet. En homo sapiens, dat betekent mens in het algemeen. Ik ben een mens. En jij bent een mens. Ook onder de verzamelnaam bekend als homo sapiens. De een wil dit, de ander dat. Hier vind je wat, daar laat je wat. De nummer 1 vraag die mensen altijd stellen als ze weten dat wij in Hongarije een huis hebben. Is het wel veilig voor jullie om in Hongarije te wonen als twee vrouwen? Dat is de grote vraag en die gaan we nu met jullie behandelen. Zodat jullie een beetje een genuanceerd beeld krijgen. Voor ons is het heel veilig. Wij hebben nog geen negatieve ervaringen meegemaakt in Hongarije. Overigens ook niet in Nederland. Maar ja, voor ons is het heel veilig. Wij zijn heel erg warm opgenomen in het dorp waar we wonen. Ons dorp heeft 666 inwoners. Vrij klein dorp dus. Maar inderdaad, wij voelen ons opgenomen in het dorp. We hebben kennis gemaakt met de burgemeester. We hebben een fantastische buurvrouw. We hebben fantastische buren in de straat. Dus ja, nee, wij hebben daar helemaal geen gevoel van dat ze daar moeite mee hebben. Nee, zeker helemaal niet. Er is meer mogelijk dan je zou denken. Zeker in Hongarije. Dus alles wat er in de media overkomt. En ik snap hem wel, hè. Dat wou ik ook nog wel benadrukken. Ik snap heel goed dat als je in Nederland zit en je leest dat over de wet en over Orbán en Hongarije, dat je dan denkt dat het daar niet zomaar veilig is. Maar dat weet je pas echt als je echt in het land bent en dat voel je aan in een dorp of in een stad. Hè. Boedapest is ook weer anders dan een platteland. Maar ja goed, wij hebben ervaren dat dat in elk land zo is. Het is zelfs in Nederland zo. In Nederland zo. Ja. Dus ja, zo moet je proberen te denken. En vel het oordeel pas als je er bent. Maar goed, ik snap dat als je daar niet bent, dat je een vooroordeel hebt. Dat is hetzelfde als toen wij jaren geleden naar Polen gingen. En dachten dat ze nog in trabantjes rijden. Dat er allemaal gaten in de snelwegen zaten en zo. Ook, dat maar dachten wij. Maar dat was dus helemaal niet zo. Maar dat dachten we overigens ook over Hongarije. Ja. En dat blijkt dus ook helemaal niet zo te zijn. Ja, dus en wij zijn open-minded mensen, zeg ik altijd. En toch ben je zelf ook zo geconditioneerd. Ja. Dat je met vooroordelen zit. Ja. En dat is een beetje het geval. Ja. Dus, maar daarom wilden we ook deze vloguitzending maken. Om daar even wat nuance aan te brengen. Ja. Maar niet alleen onze ervaringen wouden we met jullie delen. Wij vroegen het ook ons af hoe anderen het in Hongarije zouden hebben. En inmiddels kennen we 4 homostellen. 3 mannenstellen en een vrouwenstel. En die mensen hebben dezelfde vragen gesteld, zodat jullie een breder beeld krijgen. Ja. 1 disclaimer, wou ik er nog even aan toevoegen. Wij hebben ons even alleen gefocust op mannen, vrouwen stellen. In Hongarije woont. En deze mensen wonen er ook allemaal. Echt, zijn echt geëmigreerd. Ja, dus. En hebben er zelfs een zaak. De 2 mannen stellen, wel de 3 mannen stellen hebben een echte business. Veel plezier met kijken. I'm a freedom fighter in the communist regime. Homosexuality was punished, and I fought for their freedom and their rights. So I am defending the rights of the homosexual guys. But this law is not about that. It's about the right of the kids and the parents, you know? In 1986 stond hier niet zomaar iemand. Toen stond hier Freddie Mercury, zanger van de band Queen. Hij oefende een Hongaars kinderliedje met de bandleden. Dat hij tijdens het concert hier in Boedapest, in 1986, hè, communistisch, tijdens het concert ging zingen. MUZIEK
duizenden enthousiaste Hongaren. Dat Freddy dat Hongaarse kinderliedje zong. It's not about homosexuals. The law is about that to decide what kind of way the parents would like sexually educate the kids, exclusively belonging to the parents. Wie zijn jullie, waar wonen jullie en wat doen jullie in Hongarije? Ik ben Jeroen van Drunen. Ik ben geboren in Nijmegen. Ik heb gestudeerd in Amsterdam. Ik ben diplomaat geweest 10 jaar lang. Daarna gepromoveerd in cultuurgeschiedenis. En samen met Lennart ben ik nu sinds 2007 in Hongarije. Dus dat is bijna 17 jaar. En sinds 2016 wonen we er al langer, maar 2016 hebben we een klein vakantieresort in het dorpje Irota. Dat is een piepklein dorp in het noordoosten van Hongarije. En mijn naam is Lennart Klerk, geboren in Noordwijkerhout. Ik heb elektrotechniek gestudeerd in Delft. En daarnaast heb ik ook als student Russisch geleerd. Mijn achtergrond is klimaatverandering en met name het terugbrengen van uitstoot van CO2 in Centraal- en Oost-Europa. En zo via vele omwegen zijn we dus inderdaad hier in dit dorpje terechtgekomen. En we wilden inderdaad graag naar het platteland verhuizen, maar wel iets gaan doen. Dus we hebben die vakantiehuizen gebouwd, maar wel klimaatneutraal. Dus we wilden zelf eigenlijk een voorbeeld stellen hoe je toch luxe accommodaties kan aanbieden, maar zonder CO2-uitstoot. Ik ben Nicky en ik woon in Veemen samen met André. En daar runnen wij samen een pensio. Bed and breakfast in Veemen dus, ja. En dat doen jullie al een paar jaar, toch? Bijna 3 jaar, dadelijk in april 3 jaar. Zo, 3 jaar alweer. Nou, wij zijn Cas en Tris. Waar wonen jullie? Wij wonen in Tapdi in Hongarije, in de provincie Baskiskun. Ja, en wat doen jullie in Hongarije? Heel veel. En heel veel ook niet. Dus eigenlijk van alles nog wat. Ik zou zeggen, check onze YouTube-kanaal en dan kom je wel achter wat we wel en niet doen. Ja. En waar we ons mee bezighouden. Is het veilig voor een mannen- of vrouwenstel om in Hongarije te wonen? Ja, veilig vind ik altijd een beetje een moeilijk woord. Ik denk dat het heel erg aan ligt in hoeverre je bereid bent om je discreet op te stellen, zal ik maar zeggen. Wij zijn hier in het dorp komen wonen als 2 mannen. En natuurlijk krijg je als eerste vraag, hebben jullie geen vrouw? Nou, dan hebben wij gewoon altijd nee gezegd, maar verder hebben we ook niks gezegd. Dus we hebben gewoon altijd de waarheid in het midden laten liggen. Ja, de don't ask, don't tell. Ja, we hadden ook geen zin om geafficheerd te worden als de homo's uit Nederland. Dus we dachten, laten mensen ons eerst maar leren kennen. En dan zien we wel hoe zaken zich ontwikkelen.
Dus we hebben ook nooit gehind op het feit dat wij zijn getrouwd of iets dergelijks. Vragen gewoon met ja en nee beantwoord en verder niks. En we natuurlijk ontdekten we wel in de loop der jaren dat mensen heus wel weten hoe het zit. En dat je ook via omwegen wel hoort dat, dat mensen het fijn vinden dat wij zo discreet met onze levenswijze omgaan. Dus dat zijn wel dingen die je hoort. Dus dat, dat zegt wel iets op de, over de manier waarop je met die dingen moet omgaan, ja, denk ik. Hier maar ja, in het platteland, hè? Dus het is natuurlijk heel anders als je in Boedapest woont, in de grote stad. Wij kennen ook een Nederlands mannenstel die woont in Boedapest. En die maken er een punt van om altijd hand in hand over straat te gaan lopen. En toch heb ik nooit gehoord dat ze daar problemen mee hebben gehad. Ja, wij kunnen volmondig ja zeggen. Wij voelen ons hier veiliger als dat ik me ooit in Nederland heb gevoeld. Ja, dat snap ik wel. Ja hoor. Ja hè? Ja, wij wonen hier nou vanaf vorig jaar april en Kasia iets later. Maar ik moet zeggen, tot nu toe niks vervelends meegemaakt. We zijn omarmd in het dorp. Nee hoor. Voel me zelfs bijna veiliger als in Nederland. Dus, Ja, wij wonen dan in het dorp. We weten niet hoe het dat is in de grotere steden. Ook al zijn we daar ook geweest. Maar ook geen vervelende dingen meegemaakt of zo. Nee, zeker niet. Denken jullie dat het dorp weet dat jullie een liefdesstel zijn? Nee, maar we hadden in het begin waren we er heel discreet over. En we hadden bijvoorbeeld elk voorjaar, daar kwamen de dames uit het dorp, die kwamen onze ramen lappen. Want nou ja, we hebben natuurlijk een groot huis, dus dat veel vierkante meters die gepoetst moeten worden. En in het begin hadden we zoiets van, nou ja, weet je wel, die slaapkamer, dat doen we dan zelf wel, de ramen daarvan. En op een gegeven moment was het, ja, ze wisten ook niet dat officieel dat onze slaapkamer was. Nou ja, dat soort dingen zo. Maar op een gegeven moment was het van, nou, moeten we de ramen van jullie slaapkamer nou ook nog doen? Of hoe zit dat? Weet je wel? Blijf bij me afleiden van, ik geloof dat ze het wel snappen. Ja, dat is natuurlijk ook niet van gisteren. Ja, dus dat soort dingen. Dus ja, het feit dat wij zeggen, we gaan naar Nederland, we gaan naar Lennart's moeder, en daarna gaan we naar mijn moeder. Nou ja, dan snappen ze ook wel, als je naar elkaars moeders op visite gaat, dat hoe het zit. Dat zeker Hongaren met hun familieziekte, zal ik maar zeggen, die kunnen dat gelijk wel plaatsen. Ja, precies. Nou, dan hebben we hier vraag 3 ook meteen beantwoord. Want dat was, denken jullie dat het dorp weet dat jullie een liefdesstel zijn? Dus nou, dat hebben we net wel, dat ik wel. Bij dat... Nou, sterker nog, wij gaan ook altijd naar de kerk hier. Dat is een Grieks-katholieke kerk, dus dat is een mengvorm tussen orthodox en katholiek. En wij gingen ook regelmatig gewoon ter communie. Maar toen heeft toch wel, is dat de bisschop ter oren gekomen, dat wij ter communie gingen. En toen heeft onze pastoor toch wel de opdracht gekregen om tegen ons te vertellen dat dat toch niet kon. Oh, oké. Okay, dus ze wisten dus wel, ze hadden dus duidelijk in de gaten dat wij stel waren. En daar vonden ze ook iets van. Dus nou moet ik wel gelijk erbij zeggen dat de pastoor hier met een knalrood hoofd aankwam. Zei ik schaam me dood en ik vind het verschrikkelijk om het te moeten zeggen. Dus dat zegt ook wel weer wat. Ja, precies. Dus hij geneerde zich eigenlijk vanuit wat er van hogerhand verzocht werd. Ja, en toen bleken inderdaad ook wel meer mensen die in zonde leven. Dus een buurvrouw die is gescheiden en had dus
een nieuwe vriend. En ja, die ging dus ook niet meer ter communie. Dus ja, dat mag dan niet. Nee, dus ja, we zaten eigenlijk met een heel clubje zondaars in de hoek. Dus toen was het ook. Ach ja, leuk. Ja. Grappig dan weer. Het hele dorp hier weet dat van ons. Ik bedoel, wij zijn de eerste week dat we hier waren, zijn we gaan kennismaken bij de burgemeester. Nou ja, we hebben een dorp nu van, wat was het, 1300 inwoners. Nou ja, zoiets, hè, vreemdelingen toch ook van buitenaf, die komen in zo'n dorp wonen met eigenlijk toch gering aantal inwoners. Dat gaat als een lopend vuurtje in zo'n dorp rond. Ja. Dus dat het hele dorp kende ons hier al verder voordat wij überhaupt onze eigen buren nog konden. Ja. Om het zo maar te zeggen. Ja, dus, en niemand, maar dan ook niemand, heeft ons ook ooit nog verkeerd aangekeken. Ja. Of wat vervelend gedaan. Of helemaal niks. Nee. Helemaal niks. Nee, dus de vraag van, denken jullie dat het dorp weet dat jullie een liefdesstel zijn? Ja. Volmondig ja. Ja, volmondig ja. Ja, hier ze adviseren ons ook gewoon echt wel aan familie en vrienden om hier te komen overnachten en zo. Ja. Dus ja, je ziet wel ook gewoon dat je echt geaccepteerd wordt. Ja. Als je de familie en vrienden van je dorpsgenoten te logeren krijgt. Zo. En ook als je inderdaad een bruiloft in het dorp hebt, dat hij dan het hele, de hele pensio afhuurt om zijn gasten hier onder te brengen. Ja. Ja, die mensen weten inderdaad dat wij gewoon een koppel zijn. Dus je wordt gewoon daarin volledig geaccepteerd hier in het dorp. En je kunt ook bij iedereen gewoon terecht voor hulp en vragen. Ze kijken allemaal er niet raar van op. Saamhorigheid is hier 100% meer als dat we ook ooit in Nederland hadden gehad. In Nederland, daar konden we onze eigen buren bijna niet eens. Nee, precies. Om het zo maar te zeggen. Ja. En hier, hier is dat heel anders. Hier regelt de apothekers, mevrouw, die gaat voor mij, gaat zij bellen naar het ziekenhuis en alles. Dan gaat zij alles voor mij regelen, omdat ze een verkeerd recept hebben gemaakt en alles. Die regelt alles gewoon voor me, zonder dat ik daarvoor heb gevraagd. Dat doet ze achter mijn rug om dan. Van, hé, jullie hebben hier iets verkeerd gedaan. Ik moet een ander recept hebben. Dat vinkje staat verkeerd, want het klopt niet. Ja, en dat wordt gewoon allemaal gedaan voor je. Ja, nou, dat kan ik me in Nederland ook wel helemaal niet voorstellen. Ja, daar kijken de mensen nog naar elkaar om. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hier is het allemaal ikke, ikke, ikke. Ik kan nou, kijk, hij heeft dan die suikerziekte. En nou was ook het recept van de arts weer te laat in de cloud gezet. Want de recepten die gaan dan hier via een cloud vanuit de dokter. Alle Hongaars, hè? Heeft de spullen toch nodig natuurlijk. En dan ga ik naar de apotheek en dan zeg ik, luister, staat het recept in de computer? Ja, nee, het staat er niet in. Ik zeg, ja, maar hij heeft het wel nu nodig. Ik zeg, want anders komt hij het weekend niet door. Oh, dat maakt niet uit, zeg ze, neem maar mee. En dan, als het recept er is, dan kom je maar terug. Dus ja, ze helpen je ook gewoon. Ja, en ze denken met je mee. Ja. Ja, goed vertrouwen ook nog gewoon wel wat dat aan gaat. Ja, dat zijn wij. Dat weten ze ook. En het wordt goed opgepakt. Dus dat was volgens mij de eerste week dat we hier woonden. Tenminste, ik eerst en toen Cas. Maar Cas was hier natuurlijk uiteraard om de zoveel weken ook. En iedereen in het dorp, wij konden niet iedereen in het dorp al, maar iedereen in het dorp wist al wie Cas en Tries was. En dat ging hartstikke snel. Ja, dat zijn die twee meiden toch van nummer 50. Ja. Ja. Dus en onze burgemeester weet het ook. We hebben ook al een babbeltje met hem gehad. En heel erg vriendelijk ook. Op afstand al zwaaien als hij ons ziet. Dus je kan er niet omheen. Merken jullie iets van de standpunten van Hongarije over LHBTI in het dagelijks leven? Ja, bijvoorbeeld er is nu weer zo'n plakatencampagne van die grote posters die overal op gangen zijn. En daar staat dan in van 99% van de Hongaren is tegen de genderpropaganda.
jaar of anderhalf jaar geleden ook een keer zo'n postercampagne gehad. Waarbij, en dat doet dus dit regime heel vaak, dat ze dan een bepaald onderwerp uitpikken en dat dan heel, heel erg vergroten. En laten zien van, hè, dat Hongarije bedreigd wordt door Brussel of door Soros of door de... Door een beetje de immigranten natuurlijk. En LGBT is er ook een van. Eens in dezelfde tijd dan pakken ze dat onderwerp. En proberen ze dus een beetje bangmakerij. Waarmee dus de partij en dit regime zijn positie probeert te versterken. Van, hè, wij beschermen jullie tegen het verdorven Westen. Maar in Nederland zijn er ook al bewegingen en voelen we ons ook niet altijd per se helemaal veilig. En dat is dan het hele veilige en vrije Nederland. Ja, dus... ja, maar het verschil is dan wel dat in Nederland de regering in ieder geval aan onze kant staat. Het kan misschien wat niet altijd even goed uitpakken, maar hier heb je dus... wel het gevoel dat, of het gevoel, het is gewoon een feit dat de regering een campagne tegen jou voert. Dat is nogal wat. Ja. Alleen in de wij moeten die homo's niet, dat is niet leuk om in de krant te lezen. Nee. Nee, dat is waar, ja. Maar het belemmert nog niet om hier te wonen, of in Hongarije te wonen en te leven en een business te hebben. Het belemmert het niet, maar... je wordt wel mee geconfronteerd. Dus wat ik al zei, als je geen Hongaars spreekt, je niet zo met de politiek bemoeit en de krant niet leest, dan, okay, dan gaat het misschien een beetje langs je heen. Of je zegt, ja, ik kijk gewoon hoe de dag er vandaag uitziet. Maar het speelt natuurlijk wel op de achtergrond. Ja. Ja. Het is er wel, maar het is nog niet zo dat je als homostijl, zeg maar, niet kan wonen of dat het je onmogelijk wordt gemaakt? Nee, het vertaalt zich niet naar de dagelijkse praktijk. Nee, dus dat is niet inderdaad dat je in zoverre onveilig voelt. Maar er is inderdaad wel zo, wij voelen ons ook niet vrij. Een land waar we lekker hand in hand kunnen lopen en spontaan elkaar op de wang zoenen of zo. Ja, maar het is niet verboden volgens mij, maar ja... Ja, maar dat doen we ook in Nederland niet zoveel. Nee. Nou ja, dat is precies wat wij ook altijd zeggen. We gedragen ons hier niet anders dan we ergens anders gedaan zouden. Ja. Nee, helemaal niks. Nee. 0,0 ervaringen mee gehad of gemerkt. Ja, goed. We weten ook inderdaad, hè, je zei dat jullie zijn getrouwd. Hè. Ja. Wij zijn niet getrouwd. Hier kun je ook niet trouwen. Willen wij ook overigens niet, vinden we prima zo. We zijn samen, dus ja, het boterbriefje is voor ons in die zin ook overbodig. Ja. Dus. En als je wel hier zou wonen en stel we waren in Nederland getrouwd geweest, dan worden ze hier niet erkend. Nee. Noppes, niks, nada. Kort duidelijk antwoord, nee. Wat is het wezenlijke verschil tussen wonen in Nederland en wonen in Hongarije als gaystel? Behalve dan dat jullie officieel niet getrouwd zijn in Hongarije? Dat... Ja, bijvoorbeeld. Dat is een heel praktisch punt. Wij zijn bijvoorbeeld wel in de tijd naar de Nederlandse notaris gegaan, die ook kaas had gegeten van internationale verschillen, om ons testament dusdanig te laten vastleggen dat je niet voor rare verrassingen daar te staan. Dus wij hebben heel duidelijk op onze nalatenschap het Nederlands recht van toepassing laten zijn. Ja. Dat je niet dadelijk hier in Hongarije een of ander besluit krijgt, waardoor wij elkaars erfgenamen niet meer zouden zijn. Ja, of zoiets. Precies, ja. Dat is een hele praktische kwestie. Ja, kijk, formeel moet Hongarije het huwelijken die in andere lidstaten zijn gestorven erkennen. Maar aan de andere kant hebben ze in de grondwet nu wel laten zetten dat een huwelijk alleen maar kan zijn tussen man en vrouw. Dus ja, je loopt het risico dat ze
ondanks dat ze zouden moeten, dat ze het in de praktijk niet doen of barrières gaan opwerpen. Ja. Daarom hebben wij dus inderdaad dat testament ook laten opstellen. Ja, dat ja. We ook kunnen dan zelfs erfgenaam aanwijzen. Ja. Ja, en ik denk dat wij hier misschien toch iets activistischer zijn. Hier lopen we ieder jaar mee met de Gay Pride bijvoorbeeld. Dat zou ik in Nederland niet doen. De Canal Parade loop ik eigenlijk met een boog omheen. Ik vind dat eigenlijk een beetje een onzinnig feestje. Maar iedereen mag doen en laten wat hij wil. Maar ik heb niet het idee dat er nou iets bevochten wordt. Terwijl je hier, als je meeloopt, echt het idee hebt dat je het ergens voor doet. Maar het mag dus nog wel gehouden worden blijkbaar dan in Boedapest. Neem aan dat het in Boedapest Ja, maar dat is. Komt omdat natuurlijk Boedapest heeft een oppositieburgemeester. Die dus in feite op voet van oorlog leeft met de regering. Dus Boedapest is een beetje een soort vrijstaat, een beetje een bubbel in het land. Boedapest en Hongarije hebben eigenlijk steeds minder met elkaar te maken. Het is een soort Hongkong van China. Ja, inderdaad. Zou je het zo kunnen zien? Ja, oké. Okay, dus ja, het is, ja dat kan, in Boedapest kan gewoon veel meer dan ergens anders. Ja. Ja, andere steden wil je zeggen, zal zo'n Pride niet georganiseerd worden? Mondjesmaat. In Beijing in het zuiden heb je tegenwoordig ook een Pride. En ik moet eerlijk zeggen, ik merk wel in Boedapest dat het wel gemoedelijker wordt. De eerste jaren dat ik meeliep, dat was misschien wel zo'n 15 jaar geleden. Dan liep je gewoon door lege straten, want dan was alles afgezet. En dan stonden ergens in de verte nog wat van die neonazi-achtige types vieze flikkers te roepen. Maar er was verder gewoon helemaal niemand. En tegenwoordig is het allemaal veel gemoedelijker. En loop je inderdaad gewoon echt door de mensen heen. En dat gaat prima. Dus ik denk, in die zin is er ook wel een hoop verbeterd. Maar nogmaals, het gaat over Boedapest. Ja, 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 dat is toch wel een verschil. Ja. Ik bedoel, wij hebben ook het huis, is ook van ons beiden. Ja. Wij zijn dan niet getrouwd, maar het huis staat wel op beide namen. Het is wel zo dat... Omdat we vader dingen, je moet dan wel ook gewoon de rest van de zaken daaromheen ook goed kunnen regelen. Dat kan dan weer wel, maar dat doe je dan weer gewoon via een advocaat, zeg maar. Ja, de nalatenschap en het erfrecht en zo dadelijk moet wel goed geregeld zijn. Juist omdat wij twee mannen zijn, valt dat hier toch anders als in Nederland. Ja. Want als een van ons wat gebeurt, dan gaat het eigenlijk naar de familie van de ander toe. En niet naar de partner, omdat dat hier niet zo werkt. Ja, ja. Als twee mannen zijnde. Dus dat moet je wel gewoon goed vastleggen. En het kan gewoon geregeld worden. Ja, het kan gewoon precies. Geregeld worden. Tuurlijk. Nee. Alleen is het dan zo, van kijk, je krijgt natuurlijk dat testament. En hij wordt daar gewoon benoemd als persoon en niet als partner. Ja. Je maakt gewoon het testament op naam van je partner. Ja. En die staat daar niet als partner erin, maar gewoon als naam. En dan heb je dat wel afgezekerd. Dus het kan allemaal. Het is alleen net een andere manier. Het is een ander woordje op een belangrijk contract. Ja, precies. Ja, maar het dat is anders. Ja, het enige is, jullie hebben allebei geen afzonderlijke kinderen met een ander. Nee, hè? Dus dat maakt het wel makkelijker, denk ik. Ja, als jij als één kinderen zou hebben van een vorige relatie, dan zou je wel erfgenamen hebben. Dus dan, ja, precies. Dan zou je het anders moeten oplossen, denk ik. Ja, natuurlijk. Dat moet dan ook allemaal. Natuurlijk moet alles gewoon goed vastgelegd worden. Maar ja, dat zou voor jullie ook gelden. Maar ja, dat geldt voor uiteindelijk voor een gewoon hetero koppel ook. Ja, want precies. De hele erfregeling is hier anders. Ja. Ook bij een gewoon hetero koppel is het ook anders als in Nederland. Dus moet je ook gewoon zorgen dat het allemaal goed vastgelegd is voordat je iets zou gebeuren. Want als de man hier te overlijden komt, dan gaat maar 50% van het huis in de meeste gevallen naar de vrouw. En de rest gaat naar de kinderen. Ja. Automatisch al. De vrouw heeft vruchtgebruik sterker nog. Ze mag daar blijven wonen. Ja, ja. Maar want ik zat even te denken van... wat ik even wou benoemen nog is... Jullie zijn echt geëmigreerd. Wij wonen nog echt in Nederland. Ja. Wij gaan een half jaar daar zitten. In de toekomst weten we nog niet hoe dat verder ontwikkelt. Maar voor nu blijven wij gewoon Nederlander. Jullie zijn echt geëmigreerd. Dus jullie zitten ook veel... Ja, maar wij blijven ook Nederlander, hè? Ja, sorry. Maar niet ingeschreven meer. Ja, excuus. Jullie kunnen ook nog altijd terug natuurlijk.
Maar jullie zijn echt... Ja, niet dat ik dat zo wil, hè. Kan, hè. Kan. Nee, je weet het niet. Maar ik doelde even meer op het, op het gedeelte, omdat je het zo zegt. Mm-hmm. Inderdaad, van ja, jullie zijn helemaal geïmigreerd. Ja, dat klopt. En je kunt, nadat je hier 5 jaar woont, zou je dus ook de Hongaarse staatsburgerschap kunnen aannemen. Maar dat lukt bijna ook niemand. Want dat betekent dat je dus perfect Hongaars moet spreken, lezen. En je moet de geschiedenis kennen. Nou ja, vergeet het maar al. Bij die eerste gaat het al niet. Bij die tweede lukt het nog minder. Dus dat gaat hem waarschijnlijk ook niet worden. Maar het zit hem ook niet in de weg, toch? Om het niet te worden. Nee, je kunt ook gewoon Nederlander blijven op je pas. Nou, dat maakt me verder niks uit. Ja. Zolang het er maar niet meer hoeft te wonen. Ja. Het verschil... Ja, ik zie niet echt een verschil of zo. Nou ja, wat ik net al aangaf, het enige verschil wat ik merk, is dat ik me beduidend veiliger voel hier dan in Nederland. Ja, dus... oké, qua veiligheid. Ja. Ja. Nou ja, er is wel een verschil. Als wij in Nederland destijds op stap gingen, dan werden eigenlijk bijna alle mannen die het wisten van ons, puntje. En als je hier op stap gaat en ze weten dat je bij elkaar hoort, dan... Meer respect. Ja, maar ze zijn niet vervelend of... geen één keer een vervelende opmerking gehad, wat we in Nederland wel hadden. Ja. Van, dan heb ik het over meer de seksistische kant, zeg maar, van opmerkingen. Ja. En weet je, 1-2 keer is misschien wel grappig en leuk, maar je moet er niet op doorgaan. En dat doen wel... Nederland deden ze dat wel. En... ja, hier heb ik dat geen 1 keer meegemaakt waar wij zijn geweest. Nee. En misschien komt dat omdat wij nu, kijk, we wonen hier nog echt niet lang genoeg om daar antwoorden op te hebben. Maar als wij zien hoe de Hongaren op dit moment zijn, is het voor ons, wat ons opmerkt, heel erg opmerkt, is het fatsoennorm is hier nog ontzettend hoog. En ik denk dat dat daar... dan ook mee te maken hebben. Dat ze meer respect voor je hebben en je gewoon lekker met rust laten. En geen mening hebben. Ja, maar ze hebben best wel respect voor vrouwen. Ja. En ze zullen, althans nogmaals, wat wij tot nu toe hebben meegemaakt. We weten natuurlijk niet wat de toekomst gaat brengen. Maar tot nu toe hebben we best wel alleen maar vriendelijke Hongaren meegemaakt. En in de kroeg ook nogmaals. Niks vervelends of vervelende opmerkingen. Wat we dus wel in Nederland wel hadden. Dat wel. Ja. Dus dat... Hebben jullie een advies voor LHBTI die overwegen om naar Hongarije te gaan en of te gaan wonen? Ja, nou, ik denk dat het ook een beetje blijkt uit onze antwoorden. Als je bereid bent om je gewoon een beetje discreet op te stellen en niet hand in hand of in je leren pak door de straat te lopen, denk ik niet dat je veel problemen zal hebben. Hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoeveel risico je wil nemen. Die vrienden van ons in Budapest die wel hand in hand lopen, die zeggen ja, wij gaan ons niet confirmeren. Dat is hartstikke mooi, maar wij hebben hier behoorlijk veel geïnvesteerd. Wij hebben hier een bedrijf. Als wij binnen een paar maanden door de lokale gemeenschap uitgekotst zouden zijn geworden, dan hadden we ons bedrijf ook wel kunnen vergeten. Dus je moet daar natuurlijk wel rekening mee houden. Dan heb je natuurlijk ook gewoon het standaardverschil tussen platteland en stad. Dat zal je in ieder land hebben. Je kan je in iedere hoofdstad vrijer bewegen dan op een platteland. Ja. En ik denk toch eigenlijk ook wel dat... dat er niet veel homo-stellen of lesbische stellen zijn die zo naïef zijn. Dat ze denken dat ze in een piepklein dorp in Oost-Europa zich precies zo kunnen gedragen als in Amsterdam. Nee, ja, sterker nog, in Nederland denk ik dat het al ophoudt, ook al zou je denken van niet. En dan denk ik dan ook weer dorp, ook nog elk dorp verschillend is. Ik denk dat de ene christelijke dorp ook weer heel anders zou kunnen zijn. Ja, maar ik denk wel dat het...
het verschil tussen Boedapest en de rest van het land is wel scherp. In Nederland is dat natuurlijk, ja, oké, als je in Barneveld gaat zitten, oké, dat is misschien een extreem. Maar in Nederland is het verschil tussen de stad en het platteland minder groot dan in Hongarije. Ja. In zijn algemeenheid. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja. Ik zou als wij in een Nederlands dorp gaan wonen, waar dat dorp ook is, niet op het idee komen om niet te vertellen dat wij getrouwd zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dat zou ik heel normaal vinden, terwijl je dat hier niet doet. Nee, dus ik vind dat toch een verschil. Ja. Maar ik moet ook zeggen dat we worden er ook wel iets activistischer in. Ook omdat die regering hier zo bezig is. Dat je ook wel zoiets hebt van, ja, oké, maar als jullie gaan ze zo gaan lopen drukken, dan ga ik ook niet maar een beetje mijn mond houden. Dus nou is het nog niet heel erg voorgekomen, maar ja. Nee, maar vroeger, we zijn best veel geïnterviewd vanwege ons vakantieproject hier. En vroeger vermeden vragen over dit onderwerp altijd enorm. Ja. Daar hebben we nu wat minder moeite mee. Ja. Ja? Nou, ik denk, dat is denk ik ook omdat ze er verder ook niet veel meer mee willen doen dan algemeen weten. Nou, nee, het gaat wel een beetje verder. We willen een beetje terugduwen. Het is op een gegeven moment, het gaat wel over ons en wie wij zijn. Ja. En er zijn natuurlijk heel weinig voorbeelden hier in de omgeving, maar je weet maar nooit hoeveel kinderen hier naar school gaan die niet uit de kast durven te komen of wat dan ook. In die zin, precies, als er hier een paar rondlopen zoals wij, die blijkbaar net zo normaal zijn als de buren enzovoort, heb je misschien toch iets goeds gedaan. Ja, heb je toch wel een voorbeeldfunctie. Want wij hebben dan misschien niet zo'n last van die propaganda, maar voor inderdaad kinderen die net nog in de ontdekkende fase zijn, is dat natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Als dat zo in een hoek wordt gezet. Als je al zo onzeker bent en je zit al in een cultuur waar het nog moeilijk ligt, en dan heb je ook eens een keer de overheid die er nog eens een keer bovenop spint. Nou ja, we hebben ook wel eens gehoord dat van buren met wie wij bevriend zijn, zeggen, ja, mijn vader is al laatst geboren met een paar lui, en die maakt een opmerking over die Nederlandse homo's of wat dan ook. En het was vader van 70 plus, die was daar flink tegen het keer gegaan. Dat zijn keurige jongens, en je moet je bek houden. Dus dat, in die zin. Doe je misschien nog goed werk? Onbewust. Ja, precies. Ah, maar bij mij vragen ze nog wel eens terecht af of ik wel een vrouw ben. Dus, ja. En natuurlijk zeg ik ja als ik haar dan een zoen geef. Juist misschien ook in een dorp, als het eenmaal geaccepteerd is, is het ook geen issue, ondanks de propaganda. Maar wat jullie ook zeggen, het is misschien wel voor die kinderen, die hebben gewoon niet die ruimte en veiligheid om zich te ontwikkelen en te uiten. Nee, ja. Ja, nou ja, bovendien wordt heel veel hier van die propaganda ook door de kerk heen gesluist. Kerken krijgen hier heel veel geld. Dus iedere school wordt langzamerhand van openbare school, hier in de omgeving ook Grieks-Katholieke school. Dus het komt niet alleen via de televisie en de kranten binnen, maar ook nog eens een keer vanaf de kansel op school enzovoort. Dus dat zijn wel hele sterke krachten om je als kind hier staande te houden. Ja, ja, ja. En wij kennen bijvoorbeeld, wij kennen toch best wel veel mensen in de regio, maar wij kennen geen enkel homostel. Nee, of mensen die daarvoor uitkomen of wat dan ook. Ik denk ook dat in Hongarije heel erg sterk de stroming is van, nou, als je merkt dat je zo bent, dan hups, zo snel mogelijk naar Boedapest. Wij zeggen altijd, zolang je het niet zegt, hoeven zij er ook niks van te vinden. Nee, dat scheelt gewoon. Dat maakt het voor hun ook makkelijker. Ja. Ja. Maar je moet wel rekening mee houden natuurlijk. Kijk, wij zijn buitenlanders, dus wij zijn sowieso natuurlijk al een beetje de buitencategorie. Ja. Daar is het makkelijker voor ze om te accepteren dan als het hun eigen familie zou zijn. Dan wordt het denk ik wel een heel ander verhaal. Nou, wij zijn toch wel daar. Ja. Dat is wel ook goed om te belichten. Ja, maar dat heb ik zelfs in Frankrijk gehad bij een boerenfamilie waar ik nog steeds een vriendin heb. En die zeiden, oh, dat is Roos uit Nederland. Want ik was alles behalve haar. Mijn vriendin die was echt traditioneel als vrouw zijnde niet hoeven het huishouden hoeven doen en dat soort dingen. Daar ging het op dat moment over. Ja. Dus toen dacht ik, oh ja, het maakt al heel veel goed dat je buitenlander bent. Ook voor hun om het een plek te geven. Weten wat je doet.
Als je ons er maar niet al te opdringerig mee confronteert, ja. Nou, dat begrijp ik. Ja, dat is gewoon een wederzijds respect. Daarop zou ik dan inderdaad wel natuurlijk als belangrijkste advies altijd geven, voor je de stap gaat zetten, ga natuurlijk eerst kijken. Want ook hier, uiteraard, hier geeft het ook dorpen, ja, daar wil je überhaupt als Nederlander nog als homo of lesbo of whatever. Hetero. Of hetero. Niet gevonden worden. Nee. Dan kun je misschien wel het mooiste huis hebben staan voor een geweldige prijs. Maar ja, als dat een... Ja, ik wil het niet denigrerend zeggen. We hebben er op zich ook helemaal niks op tegen. Maar globaal gezien is dat wel iets wat vaak een issue is. Als dat een echt zigeunerdorp is, kun je daar zeker... in onze... categorie, zeg maar, kun je daar beter niet gaan wonen? Nee, natuurlijk. Nee. Nou, maar ja, dat is hetzelfde wat jij net ook zegt. Dat is in Nederland ook diverse wijken en plaatsen al. Nou ja, Rotterdam, denk ik, kun je bijna de hele stad kun je zeggen. Dat is. oh ja? Is ook al niet wenselijk. Ja. dus. Ja, maar ja, wat jij even andersom gezegd, waar jullie zitten. Hè? Geen last, nee, geen helemaal last van. Absoluut niet. Nee, precies. Nou, leuk om te horen, want dat is ook zoals wij het hebben ervaren in ons dorp. En daarom voelen we ook ons thuis. En nou, fijn dat je vraag, zes al hebben, of de laatste vraag hebben beantwoord. Want ook wij hebben dat met Roma-dorpen ervaren. Althans, nou, die wisten we niet, maar je voelt gewoon een sfeer in een bepaald dorpje. Is anders, en, anders. We hadden ook al zoiets van, nog ongeacht of ze ons wel of niet willen, of... Het voelt dan niet prettig en wij zijn echt... Nee. Dus het is echt een... Het heeft daar helemaal niet eens meer mee te maken. Wat jij zegt, ik denk dat alle hetero's uit het buitenland daar niet zich onheimisch voelden. En het is nogmaals ook niet wat Precies. je zegt, de Roma's. Maar het is een sfeer wat een dorp heeft. Ja, ja. En daar kan je... Ja, dus dat... Dat herkennen wij wel. Dus ik vind het super. Geldt ook overigens zeker niet voor alle Roma's hoor. Nee. Het scheert ze ook absoluut niet over één kam. Absoluut. Want er zitten ook schatten van mensen tussen en keiharde werkers tussen. En ook niks mis mee. Maar ja, als je een dorp hebt wat specifiek alleen die bevolkingsgroep betreft. Ja. Ja, die zijn meestal ook gewoon niet erop gesteld als daar. Ja, vreemdelingen eigenlijk tussen komen wonen. Dus dat werkt dan niet. Ja. Ja, wat dat betreft is het overal hetzelfde, toch? Ja. Ja. Maar daarom precies. wel weer verrassend dat er dus ook plekken zijn waar je die vrijheid ervaart. Terwijl de perceptie, als je in Nederland bent, wat ik ook heel logisch vind. Ja. Nee, maar je weet het pas als je... Ik bedoel, onze ervaring uit Indonesië is hetzelfde... Nou, niet dat het daar bedreigend is, maar het wordt niet erkend. En met mijn familie daar, we hebben het er gewoon niet over. Maar mijn familie weet wel heus wel via Facebook hoe het tussen ons zit. Maar dat maakt dan ook niet uit. Maar de tolerantie van omgaan is gewoon anders. Door het er niet over te hebben en het niet te etaleren, wat wij ook niet doen. Precies. Merk je dat ze het ook kunnen accepteren of ermee om kunnen gaan. Want het zit wel soms tegen mensen in een strijd van hun geloof. En dan snap ik best wel dat dat heel moeilijk... Is en dan, ik denk vooral wat je net aanhaalde, dat het etaleren ook wel echt wel een puntje is natuurlijk. Kijk, wij hebben dat ook niet. Dat hebben wij in Nederland niet gedaan en dat doen wij hier ook niet. Ik denk dat dat ook wel een punt is waarom dat het natuurlijk ook voor ons wel een stukje makkelijker is. Ik denk dat als je het toch heel erg ermee te koop gaat lopen... Ja. Ja, dan zou je misschien nog wel eens een aanvaring kunnen hebben. Of dat iemand er wat van zegt of zo. Kijk, dat heb je in Nederland natuurlijk ook. Ik kan me inderdaad voorstellen als ik nou een pruik op ga zetten. En een rode hakken rond hier ga lopen door het dorpje heen. Met een kort rokje aan of zo. Kan ik me heel goed voorstellen dat ze dat waarschijnlijk niet zozeer zullen appreciëren. Nee, kan ik me goed voorstellen. Dolly Bellefleur, helaas voor Dolly, maar dat zou misschien toch een ander verhaal kunnen zijn in Hongarije. Precies. Maar misschien in sommige dorpen sowieso en in andere misschien weer net niet. Maar dus het zal best wel anders zijn dan Nederland, maar... Het is echt niet onmogelijk. Nou ja, jullie bewijzen het al. Nee, absoluut niet. Jullie hebben gewoon een absoluut business. Absoluut niet. Nee. Doen. Wij zijn hier alleen maar beter en gelukkiger uitgekomen. En mooie persoonlijke groei. Daar zijn we dan mee bezig. Maar
qua als gay-stijl hier naartoe te komen. Ja, hoef je wat, niet bang voor te zijn. Nee, wat er misschien op de media wordt verteld. Nou, we weten allemaal dat de media niet uit de waarheid bestaat. Tenminste, grotendeels. En, niet. Maar goed, het is een ander onderwerp. Maar wat er verteld wordt over hoe het hier dan... Nee, je hoeft niet alles te geloven. Dus gewoon... Nou, gewoon niet geloven. Het klopt gewoon niet. Nee, het gaat hier... Het is echt helemaal geen probleem hier. Het is super, super, super fijn om hier te zijn. Ja, hoef je echt niet bang te zijn. Gewoon, nee. Gewoon doen. De wereld gaat aan mij ten onder. Wij verdragen dat gaat niet meer. Er is een schreeuwend tekort aan tolerantie. En daarom, vrienden en vriendinnen, wil ik u een voorstel doen. Laten wij elkaar iets beloven. Iets heel eenvoudigs, maar toch ook weer zo belangrijk. Wanneer de televisie uitgaat, om een uur of elf, dan zeggen we voortaan elke avond hardop tot onszelf. Morgen zijn we tolerant. 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 De wereld wordt al veel te veel door klootzakken bemand. Dus leef niet langer als een plant. Gebruik van nu af je verstand. Het neemt verdiend dat van u te zeggen, u denkt. Is er ook toch? Zo leef niet dat weg. Mijn hand wordt toch. Zelle meer van mijn leefhoofdstad als mediatiek is te laten. Ja, ik ben niet verrekt. Ik heb alle veroorzaak. God dat die op dat gerechting hebben. En ja, je denkt het boeien hoe het voor je mag. Haal van u af aan je mening. Nou is niet meer uit de krant. Wat er staat is vaak gelogen. Enkel zand voor in je ogen. Niet kritiekloos zijn of meningloos of toezien aan de kant. Maar gewoon een heel klein beetje tolerant. Want daar gaat het om, vrienden.